Hey, ik moest wel lachen om uh, het commentaar van de New York Times over de belastingaangifte van Trump die nu ja. openbaar zijn. Heb je het oh ja, stuk gelezen? Jazeker. Ze hebben natuurlijk al heel lang, hebben zij zelf al onderzoek gedaan. Dus ik zag dat ze in dat de stuk niet vergelijken. De New York Times waren. heeft al jaren, jaren geleden beweerde de New York Times al dat als Trump het geld wat hij van zijn vader had geërfd regulier belegd zou hebben aan Wall Street... Ja. Dat hij veel rijker zou zijn dan hij nu is. Ze nu en weer. dat hij echt een waardeloze zakenman is. Eh? Ja, uiteindelijk heeft hij voldoende overgehouden. van dat. ook nu werd weer gezet. dat de input van zijn erfenis ja. vaak van beslissende aard was. voor het inkomen wat hij dan had. Maar er waren jaren. Of, kijk, het kan ook zijn dat hij de boel tilt natuurlijk. maar jaren dat hij dus uh, niet volkomen negatief. Uh, eh, wat qua inkomen was. Maar dat Trump natuurlijk een opsnijder was over zijn zakelijke successen... dat was algemeen bekend. Dat was echt niks nieuws. Nu, weet, nu kunnen we het bewijzen. Eh, op grond van de cijfers. Omdat hij ook zijn de omvang van zijn vermogen altijd eh, gewoon ver, vervijfvoudigd... of vertienvoudigd of zo. Ja. Kijk, voor zover Trump rijk is, heeft hij dat aan zijn vader te danken. Mm. Voor zover hij helemaal niet zo rijk is als hij had kunnen zijn... Heeft hij dat aan zijn eigen rommelige en stomzinnige zakenleven te danken? Ja. Aan al die achterlijke avonturen, Trump University, Trump Grill, Trump Zus, Trump Show. Geen van die allemaal oplichterij. Het heeft dus nooit, een, is nooit dik geld aan verdiend. Never. Dus de succesvolle. al, al, die, al die, die, die gokhuizen die hij gekocht heeft, dat is ook nooit een groot succes geworden. Ja. Kun je zeggen dat het een mislukkeling is dan? Prutser? Zakelijk gezien dan wel het... met zijn vader, denk ik, kun je ja. wel zien, zeggen dat hij een prutser is. Tegelijkertijd moet je constateren dat in de wereld die wij gecreëerd hebben. en waar het voornamelijk iets waarbij je wereldberoemd kunt worden. door opsnijderij, flauwekul, kletspraat, fantasterij, rare shows, idioot gedrag. Elon Musk, Donald Trump. Ja, is die een enorm succes. Kijk, iedereen die erin slaagt om president van de Verenigde Staten te worden, hoe dan ook, is een enorm succes. En dat is hij toch vier jaar geweest. Niet zo'n succes voor de Verenigde Staten, maar hij is het geweest. Er stond ook een stukje in dat hij heeft toen gezegd van nee, dat salaris van de, minister, van de president dat stelt niks voor. Dat doneer ik aan een goed doel. Dat ik denk je... dat dit blijft dat dit krijgt. Ik weet niet wat het tegenwoordig is. Nee. Schat, iets van 400.000 per jaar of zo. Maar dat schijnt hij dus niet gedaan te hebben. Dat schreven ze ook in dat stuk van de New York Times. Dat hij dat bedrag nooit aan een goed doel in dat jaar heeft geschonken. Nee, vast niet. Dus ze hebben nu zijn uitspraken. Nee, hij was natuurlijk ook zo iemand die dus zijn eigen goede doelen creëerde waar hij dan geld oh, aan ja. gaf. Ja, ja. Ja, dat is ook natuurlijk een fantastische constructie. Ja. Dat, dat dit soort mensen zijn, een eigen stichting in het, in het leven roept waar ze dan geld aan doneren. Hmm. En wat ik uh, wel opvallend vond, is op, op zich ook weer niet opvallend. Het deed mij weer denken aan jouw verhaal over de filibuster. Dat volgens mij op vrijdag toen uh, die aangifte openbaar waren. Dat de republikeinen meteen met een uh, tegenvoorstel kwamen. Uh, waarin ze dus zeiden van ja, dit moet niet zomaar kunnen. Dat dat allemaal openbaar wordt. Want nee. dan is iedereen vogelvrij in de toekomst. Nee, want je zult zien dat als het over democraten gaat. Dat ze het een prima idee vinden. Ja. Dat het aan de grote klok wordt gehangen wat ze verdienen. Maar goed, de, de Democratische kandidaten hebben zich nooit verzet tegen het eh, bekendmaken van hun belastingopgave in de afgelopen decennia. Ja, voor zijn werk weet. Trouwens, ja. Republikeinen ook niet. Trump, dat was Trump. Ja, je begrijpt ondertussen waarom. Omdat natuurlijk een groot gedeelte van zijn renommee als zakenman gewoon fantasterij was. Het gevolg van de opschepperij. Ja, Trump is een van die. Van die Talloze mannen die niet ouder is geworden dan 17. Hij zei nu ook: Van ik wil nu ook de, de aangiftes van Joe Biden. Nou, dat is openbaar, hè, want dat moet je als president doen. Ja, daar doen. zijn maar geen probleem mee. Dus, uh, nee, nee van de zoon van Biden. Niemand is geïnteresseerd in een opgave van Joe Biden. Hoe is het ook weer? Dat is dat fameuze voorbeeld van uh, Warren Buffett. Eh, pas als het echt app wordt, kun je zien wie er zonder zwembroek zwemt. Oh ja, dat is wel mooi gezegd. Maar aan de andere kant, negatieve publiciteit... Nee, hey, daarom zeg ik, hij is in die, in die andere categorie, namelijk dat je beroemd wordt. Kijk, da daar is het dat telt het niet of je terecht beroemd bent geworden of niet terecht. Hey, hoe heet die vent? die, die, die uh, ook zo'n rapper die tegenwoordig dan uh, pro-Nazi is geworden. Vergeet die jongen zijn naam altijd. Hij was met die mevrouw Kardashian getrouwd. Die heeft hem opgedoekt. Maar goed. Het maakt geen bal uit, je bent wereldberoemd. En als je wereldberoemd bent, daar valt geld aan te verdienen. Of je nou wereldberoemd bent omdat je niet goed snik bent, zoals, zoals Elon Musk, of dat je wereldberoemd bent zoals Trump, en, 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 en idem dito. En wie en wat maakt je wereldberoemd? Dat is natuurlijk of de sport, of de muziekwereld, of de televisie in bredere zin. Hij is natuurlijk als reality in de reality-tv met dat achterlijke programma Your Fired. Weet je dat toch ook weer? Is die bron geworden op zichzelf niet eens. Afgezien van, geloof de eerste seizoenen. Niet eens zo'n spectaculair kijkcijfer-hit of zo. Maar hij deed het gewoon redelijk in de middenmoot. Maar het betekent wel dat je voortdurend op tv bent. En dat je leuke momentjes. Dat die, dat die nog eens een keer herhaald worden. In Want dat is ook zo kenmerkend van de tv. De tv gaat voortdurend over tv. Denk aan onze moderne talkshows. Dat gaat niet over maatschappelijke problemen. De tv gaat over tv. Of mensen die, weet ik veel, in de, met die, met die, met die YouTube-filmpjes boom zijn geworden.